Hallo gamers en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Met vandaag de game Fall Guys. De enige game met nog meer intensere, oogverblindende kleuren dan Fortnite. Deze game was de afgelopen paar weken gigantisch populair. Nu weet je misschien dat ik een klein beetje hipster ben. Als iedereen tegelijkertijd dezelfde game speelt, denk ik meestal, nou, dat is niet origineel. Ik ga lekker voor de 30ste keer Harry Potter spelen. Dat is wel origineel. Maar ondertussen is de hele hype rondom Fall Guys redelijk dood. Dus voel ik me soort van veilig om deze game toch maar een keertje te gaan spelen. Dat heb ik eigenlijk al de afgelopen 2 weken heel uitgebreid gedaan. Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik de game heel erg leuk vind. Er is alleen 1 klein probleempje. Ik heb tot dusver nog geen enkele keer gewonnen. Voor de mensen die niet bekend zijn met hoe de game nou eigenlijk werkt. De game bestaat uit meerdere levels. En ieder level moet je qualifyen, wat ik zojuist heb gedaan. Dat betekent dat je de finish bereikt voordat anderen de finish bereiken. Daardoor vallen er iedere ronde een aantal mensen af. Je begint met 60 man en je eindigt met 1 persoon. En die ene persoon wordt letterlijk gekroond. Je krijgt namelijk dan een prachtig mooi kroontje. Ik ben al best wel vaak bij de finale gekomen. Dan ben je meestal met 13 tot 6 mensen over. Maar dan moet je echt als allerlaatste blijven staan. En dat is mij jammer genoeg nog geen enkele keer gelukt. Maar ik ben langzamerhand best wel goed geworden in deze game. Ik gok dat de meeste spelers kinderen zijn. Dus de competitie is niet heel groot. De meeste beginrondes, ronde 1, ronde 2, lukt het bijna altijd wel om te qualifyen. Aangezien 50% van de mensen die deze game spelen hebben letterlijk 0 hersencapaciteit. Maar die andere 50% zitten toch altijd wel een paar mensen bij die, ja, die dag hun 10e blikje Red Bull hebben opengetrokken. En die gewoon keihard hun best aan het doen zijn. Die mensen kan ik net iets minder goed. Oh shit. Het begint er langzamerhand daadwerkelijk op te lijken dat ik niet ga qualifyen voor deze ronde. Terwijl ik net nog aan het zeggen was hoe gigantisch makkelijk het zou moeten zijn om te qualifyen voor deze ronde. Dus ik heb de afgelopen 2 weken namelijk heel veel geoefend met deze game. Ik deed namelijk mee met een groot Europees toernooi. Dat toernooi heet Twitch Rivals. Het is een groot toernooi waar 20 Europese teams, bestaande uit 4 streamers per team, tegen elkaar strijden. Wie is de beste in Fall Guys? Om daaraan mee te doen hoef je niet per se goed te zijn in de game. Ik werd namelijk gevraagd om mee te doen. Ik werd gevraagd vanuit Twitch: hey Rick, zou jij samen met een team van 3 andere streamers mee willen doen met Twitch Rivals Fall Guys? Er is een prijzenpot van $50.000. Gelukkig is die prijzenpot niet zo dat je eerste moet worden. Want er zijn vast een paar teams van mensen die de game heel veel spelen. Als je van de 20 teams laatste wordt, kreeg je al, ik geloof, $250 per persoon. Dus we hebben een week lang redelijk hard geoefend en meegedaan aan het toernooi. Uiteindelijk zijn we 14e geworden. Wat niet heel goed klinkt, maar met de hoeveelheid punten die we hadden, als je het vorige toernooi mee had gedaan, was je alweer 10e geworden. Lang verhaal, heel kort. Ik heb $500 verdiend met het spelen van Fall Guys. En als je nu kijkt op mijn Wikipedia pagina, staat er dat ik een e-sporter ben. Mensen zijn echt aan het kutten op mijn Wikipedia pagina. Er staat nu dat ik e-sporter ben. Ik heb meegedaan aan het grote game toernooi Twitch Rivals en daar $500 gewonnen. Of met mijn team, klinkt het net iets indrukwekkender, $2000. Oké, dit is de Fruit Shoot. Dit is een best wel oké te doen map, maar je moet ook gewoon heel veel geluk hebben. Voornamelijk niet geraakt worden door het te shooteren fruit. Mijn strategie is meestal, ja, hopen dat je niet geraakt wordt, dat sowieso. En probeer deze hoekjes een klein beetje zo op die manier slim in te zetten. Dat fruit gaat meestal niet echt langs die piramidetjes. Dus als je een klein beetje de buitenbocht neemt, dan wil dat soms nog best wel eens... Nee! Als je een klein beetje die driehoekjes en hun vorm in je voordeel gebruikt. En ja, nogmaals, niet geraakt wordt... Oh, kut! Kut, 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 kut. Hoppa! We zijn binnen. Oké, 3 rondes achter elkaar in ieder geval overleefd. Ik probeerde uit te leggen wat mijn strategie was. Dat is niet echt gelukt. Maar je kon in principe op het scherm zien wat mijn strategie was. Voornamelijk niet geraakt worden door het
vallende fruit. Ik ga gewoon lekker proberen om deze video lekker hier en daar wat feitjes te vertellen. Terwijl ik ook nog eens probeer voor de allereerste keer om een potje Fall Guys te winnen. Misschien is het beter als het me lukt om in de finale te komen. Om gewoon eventjes mijn mond te houden en me daadwerkelijk te focussen op de game. Dit is Wall Guys. Toch wel een ronde waar ik relatief vaak weet te kwalificeren. Na deze ronde volgt meteen alweer de finale. Waarschijnlijk echt de 20ste finale van mijn leven die ik niet haal. Je zou zeggen, als je kijkt naar kansberekening, hè, meestal zit je met een man of 10 in de finale, dus gemiddeld zou je dan na 10 finales ongeveer een keer gewonnen hebben. Ja, dat is dus niet het geval, aangezien ik kan dus best wel vrij weinig. Alhoewel, deze ronde is best goed te doen. Behalve dat meestal als er een route ontstaat om over die poort heen te komen, iedereen tegelijkertijd dezelfde route probeert. Je ziet het hier heel erg bij mij gebeuren. Iedereen doet hetzelfde. En daardoor komt eigenlijk niemand verder. Dat is toch een klein beetje wat er aan de hand is. Hier is het dan een stuk rustiger. Misschien kan ik dat een klein beetje in mijn voordeel gebruiken. Wat ook best wel handig is om te weten, die muur zakt langzaam. Dus soms is het best wel een goed idee om gewoon eventjes te wachten, terwijl andere moeilijke sprongen doen en niet halen. Gewoon even wachten tot die muur net iets lager gezakt is en er dan gewoon keihard voor gaan. Kijk eens aan. Ik ben ondertussen al best wel ver. Dit is de allerlaatste muur en dan zijn we er eigenlijk al. Ik denk dat het best wel een strategie is om gewoon even gebruik te maken van het feit dat het nu nog rustig is om zo meteen op dat blok daar te staan. Als ik vanaf hier op dat blok daar kan komen, ben ik binnen. Alleen het probleem is, niemand heeft zin om dit blok te duwen. En ik geloof als er heel veel mensen op een blok staan, wordt het ook heel moeilijk om zo'n blok te duwen. Maar als niemand deze brug gaat maken, kan ik gewoon net zo lang hier blijven staan tot die muur voor me genoeg zakt. En dan gaan als een van de eerste daarheen. Het is een hele erg saaie strategie. Niemand durft echt een risico te nemen momenteel. Waarom zou je sjouwen met die grote blokken? Dit kleine blok is alles wat je nodig hebt. Oké, er begint al langzamerhand wel iets van een route te ontstaan die, ja, toch iets beter is dan de sneuwe route die ik hier heb. Oké, kut. Ik moet iets gaan doen of ik moet gaan verliezen. Oh, shit. Dit is zo frustrerend. Dit is heel erg... Oh, dat was echt volledig mijn schuld. Als ik nu niet kwalificeer, wil ik graag één iemand bedanken. Mezelf. Gast, wat kan je ook weer weinig. Oké, kom op. Ik hoef alleen maar een duikje te maken. Rot op. Aan de kant. En ik zit in de finale. Wat goed. Ik ben zo trots op mezelf. Ik kan niet wachten om weer tweede te worden. Want daar krijg je geen achievements voor. Dat vindt niemand cool. We hebben in ieder geval meteen eerste potje van de XL gameplay meteen een finale te pakken. Gedurende de hele XL gameplay hoop ik op een gegeven moment gewoon dat de spelletjes iets vanzelfsprekender worden. Dat ik gewoon, ja, mijn frustratie voornamelijk uit in boze klanken. En dat ik, ja, verder een beetje wat leuke feitjes kan vertellen. In ieder geval, het is nu tijd voor de finale. Ik vind dit persoonlijk een van de minder handige finales. Aangezien hier moet je gewoon eigenlijk perfect dat parcours lopen. En dat kan ik niet. Er is altijd wel iemand eerder bij de finish dan ik, dus met 10 mensen is er nog een redelijke kans dat je als eerste bent, maar ik voel hem eigenlijk nu al niet. Zoals ik net al zei, ga ik me wel gewoon eventjes mijn klep houden. Gewoon eventjes focussen op de prijs, namelijk als eerste boven zijn. Oeh, ik krijg een fijn setje. Heel kort, heel fijn. Als we met z'n allen op een kluitje zitten, gaat het sowieso niks worden voor mijn gevoel. Oh, dat moet pijn gedaan hebben. Dat deed het ook. Dat was ongeveer, ja, wat ik zojuist in mijn gezicht gebeurd kreeg, de overwinning. Dit is ook een veel te kort level, naar mijn mening. Oké, ik ben in ieder geval bijna bij die kroon en ik lig eruit. Zoals ik al zei, niet mijn favoriete finale in de game. Het is veel te kort. Het is niet krachtig. Nee, ik heb liever een hexagon of dat ene ding met die gekke paal. Dit is verschrikkelijk. Ach ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. We doen gewoon weer mee met een nieuw potje. Eerste ronde, lekker makkelijk. Een fijne boswandeling. Je hoeft niet echt je best te doen. En daar hou ik van. Het eerste waar ik vandaag even over wil praten is de afsluitdijk. Dat is een hele mooie dijk tussen Friesland en Noord-Holland. Anders moet je zo helemaal langs Flevoland en niemand wil door Flevoland heen. Dus hebben we speciaal een dijk gebouwd. Maar eigenlijk, dit is eventjes hetgene wat je heel goed moet onthouden voor de rest van je leven. Ik hou van die dingen waar je mensen mee kan verbeteren. En dat je niet alleen irritant bent, maar dat ze ook nog een klein beetje iets leren wat misschien interessant is. Als je mensen vraagt, wat is de grootste dijk van Nederland? Zullen ze misschien zeggen, vooral als ze uit Friesland of Noord-Holland komen, de grootste dijk van Nederland is de afsluitdijk. En dat is jammer genoeg niet waar, want de afsluitdijk is geen
dijk. In principe is er een redelijk strikte definitie van wanneer iets een dijk is. Een dijk scheidt namelijk water en land. Zoals bijvoorbeeld bij het strand, weet je. Een dijk is bedoeld om het zeewater weg te houden van het land. Dat is een dijk. Maar de afsluitdijk, die heeft dat niet. De afsluitdijk heeft aan de ene kant water en aan de andere kant ook. Het is gewoon een hele grote soort brug. En weet je hoe je een structuur noemt met aan beide kanten water in plaats van aan één kant land? Dat noem je een dam. De afsluitdijk is een dam. Afsluitdam. Ik heb hier een klein beetje over zitten discussiëren op Twitter. Een paar kijkers zeiden dat ik mijn bek moest houden, maar dat hoor ik eigenlijk wel altijd. Dat houdt me een klein beetje scherp. Kijk eens aan. Hele mooie eerste ronde gehad. Misschien vraag je je nu heel terecht af, als de afsluitdijk een dam is, waarom heet het dan niet gewoon de afsluitdam? Nou, daarvoor is daadwerkelijk een hele goede reden. Toen de afsluitdijk werd gebouwd, had men namelijk wel het idee om er een dam van te maken. Om één kant van de afsluitdijk. Oh, yes! Dat was zo'n goede truc. Je kan die palen daar gebruiken om daadwerkelijk een klein beetje snelheid te winnen. In plaats van alleen maar, ja, dingen waar je overheen moet springen. Je kan die palen heel tactisch gebruiken om jezelf gewoon across the map. Nou, niet op die manier. Across the map weg te bonjouren. Is daadwerkelijk best wel goed gelukt. Om even terug te komen op mijn verhaal. Het idee van de afsluitdijk was dus eigenlijk dat één kant van de dijk drooggelegd zou worden. En dat we daar dan, ja, allemaal huizen kunnen bouwen ofzo. Ik was gisteren in Amsterdam en ik zag daar echt een gigantisch groot meer. Ik denk, huh? Is de huizenprijs in Amsterdam niet gigantisch hoog? Is het dan niet gewoon rendabel om daar gewoon een hoop meertjes weg te pompen? En gewoon ergens anders in een andere gemeente te zeggen, nou weet je wat, voor de goede orde pompen we daar gewoon wat meertjes erbij, aangezien de grond in Amsterdam zo duur is. Er zijn vast een hoop mensen die het hebben voorgesteld. En vast een hoop mensen die het een kut idee vonden. Is het waarschijnlijk ook, want het is mijn idee. Ik ben in ieder geval gekwalificeerd. Op naar de derde ronde, de finale. Ik kan hem eigenlijk alweer ruiken. Ik ben gewoon de man van de eeuwige hoeveelheid finales. Maar geen enkele win. Toen we dus meededen aan dat hele Twitch Rivals gebeuren, kreeg je een puntje voor iedere keer dat je in de finale zat. En 5 punten als je de finale won. Dus ik heb alsnog toen best wel wat punten voor mijn team verdiend. Niet compleet waardeloos. Maar dat betekent niet dat ik niet nog meer mijn best moet doen. Het zou toch superleuk zijn als het me daadwerkelijk lukt om één keer daadwerkelijk te winnen. En dat het ook nog eens voor de XL gameplay is. Het voelt toch een beetje als een anticlimax als ik voor deze video een uur lang de game ga spelen en ik dan afsluit met, nou ja, we zijn eigenlijk waar we begonnen zijn. Ik heb 0 potjes gewonnen. Aan de andere kant heb ik ook geen zin om net zo lang deze game te spelen totdat ik wel gewonnen heb. We doen momenteel trouwens onze eerste team game. Het handige aan team games is, je hebt een redelijk grote kans dat je doorgaat als je een beetje een goed team hebt. Het onhandige is, je hebt een redelijk grote kans dat je niet doorgaat als je team weinig kan. Bij dit spel moet je zoveel mogelijk eieren verzamelen. Alleen dit spel is nogal stuk. Hoe dit spel werkt is, er is één team dat deze ronde niet overleeft. Namelijk het team met de minste eieren. En het ding is, zodra twee teams zien van, hey, geel heeft echt duidelijk de minste eieren, gaat iedereen gewoon eieren jatten bij geel. En blauw en rood gaan allebei naar geel toe. Want dat zorgt ervoor dat zij sowieso doorgaan. Het heeft geen zin om als rood te zeggen, weet je wat, we gaan eieren jatten bij blauw. Want dan is er misschien nog een kans dat geel weer in begint te halen. Dus daardoor is het spelletje eigenlijk een klein beetje stuk. Dat als je in de eerste 30 seconden de minste eieren hebt, dan verlies je eigenlijk bijna standaard. Daar kun je vrij weinig aan doen. Ik zou het oprecht heel bijzonder vinden als het geel nog lukt met echt bijna een hele minuut op de klok om nog een comeback te maken. Alhoewel, er zijn wel een aantal gouden eieren. En die zijn 5 punten per stuk waard. Als je die steelt, ik zie hem toevallig hier liggen. Misschien is het even de moeite waard om die te verdedigen. Fuck. Nou, dat gaat momenteel. Hé! Hey! Oh nee! Het is er daadwerkelijk gelukt het ei uit onze bak weg te werken. Geel komt daadwerkelijk een beetje bij onze score in de buurt. Ik ga maar eventjes mijn goede blauw baantje doen. En eventjes heel snel naar geel toe om daar nog een ei uit die bak te rapen. Er is ook echt helemaal niemand hier om te verdedigen. Geel is echt volledig in de aanval gesprongen. Wat ervoor zorgt dat ik nog eventjes. Nou, ik maak daadwerkelijk de gelijkmaker. Zie je, dat is 5-5. Huh? Wat? Ik moet zeggen, mijn oprechte respect voor geel. Ik had dit oprecht niet zien aankomen. Team blauw, keihard. Maar dan ook keihard gedomineerd. Een epische comeback voor geel. Een verdiende comeback voor geel. Weet je wat? Ik ga alweer een nieuw potje beginnen. Ik had dan misschien geen finale plek, maar ik heb wel weer een nieuw spelletje om eventjes te laten zien. Verder, goed nieuws voor jou. We gaan het hebben over mijn favoriete feitje van waarschijnlijk echt minimaal de afgelopen maand.
Een paar jaar geleden vertelde ik over een ander heel leuk feitje. Namelijk hoe men vroeger soms klokken maakte. Of eigenlijk nog iets specifieker, wekkers. Dat deden ze door middel van spijkers in kaarsen. Je kan redelijk inschatten hoe lang het duurt voordat een kaars opbrandt. En als je dus ergens in die kaars een spijker zet en daaronder een bakje waar die spijker invalt, kan je dus een soort van een wekker maken door voordat je gaat pitten een kaars aan te steken. Even heel goed kijken welke deur we moeten hebben. Waarschijnlijk deze. Oeh, dit is kut. Nu krijg je zo'n gigantische storm van mensen. Dit is een minigame die je nog daadwerkelijk wel kan verpesten. Want soms kom je gewoon echt niet doorheen. Als te veel mensen door dit gat heen willen, dan wens ik je heel veel succes. Nu heb ik dus al eerder verteld over de spijker kaarsenklok. Maar de Chinese monniken, die hadden vroeger een nog veel betere klok. Een wekker die niet gebaseerd was op geluid, zoals wekkers vandaag de dag. Maar een wekker of een klok op basis van geur. Waarschijnlijk heb je vroeger wel eens met sterretjes gespeeld. En heb je gemerkt dat je met het ene sterretje het andere sterretje kan aansteken. Stel je hebt in de lengte zo één sterretje. En zo tak, 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 tak. Daarop allemaal andere sterretjes. Dan steek je dit sterretje aan. Dan op een gegeven moment gaat zo dit sterretje aan. Dan die, dan die, dan die, dan die. Je krijgt een soort volgorde en een soort logisch systeem. Dat maakten ze, maar dan met verschillende geuren wierook. Je kan het gewoon zo maken dat je ongeveer de brandsnelheid van de langwerpige wierook, waar al die andere wierookjes op zitten, ongeveer zo begrijpt dat eens in het uur een ander wierookje aangaat. Waardoor je dus de tijd kan begrijpen aan de hand van geur. Dat je denkt, lavendel? Kut, ik moet naar huis. Ik zou bij Rozenblad thuis zijn, dit is niet best. Dat is ongeveer het systeem. En ik vind dat systeem echt fucking vet. Ik zat er laatst een beetje over na te denken van ja, ik ga toch maar zeggen, de kerk wordt toch in Nederland met de seconde minder relevant. Maar kerken hebben in Nederland nog steeds een hele belangrijke rol. Want de kerkklokken spelen natuurlijk nog steeds een hele belangrijke rol in aangeven hoe laat het precies is. Aan de andere kant, vandaag de dag heeft toch iedereen gewoon of een telefoon of een horloge. Ik denk als we gewoon in één keer alle kerken in Nederland laten exploderen, dan zijn er best wel wat mensen die daar, ja, heel verdrietig om zouden zijn. Maar niet heel veel mensen die opeens zeggen, Jezus, ik weet nooit meer hoe laat het is. Dus in dat opzicht kunnen we kerken best wel missen. Maar kunnen we ze niet gewoon upgraden? Ik zat te denken aan kerken die werken op basis van, oh kut, ik ga verliezen. Nee. Ik was zelf niet genoeg met de tijd bezig. Te veel lullen, te weinig gameplay. Je kan ze niet combineren. Dat is de reden waarom Serpent Gameplay meestal niet zo'n goede gameplay heeft. Ik wilde voorstellen dat we kerkklokken wegdoen en ze vervangen met getimede vuurwerkshows. Dat is iets minder religieus. Lekker een warm welkomend hart naar alle moslims. Die mogen ook meteen van die moker-irritante gebedspeakers allemaal weg. We doen gewoon getimed vuurwerk. Dan heb je de tijd die je kan zien in plaats van een tijd die je kan horen. Of we maken een pretpakket. Vandaag de dag is er een bedrijf die maken Trio wekkers. Dat zijn wekkers die je wakker maken op basis van drie zintuigen. Nu zit ik er even over na te denken. Ik zelf heb momenteel al een duo wekker. Ik heb en een wekker op mijn mobiel die maakt geluid. En mijn lampen op mijn kamer gaan iedere dag om 10 uur langzaam steeds feller branden. Om mij dus eigenlijk een beetje uit mijn bed te gooien. Dat zou je nog kunnen combineren met het derde zintuig, geur. En dan heb je dus eigenlijk die trio wekker. Die trio wekkers gaan een soort cartridges in, een soort koffiepads. Maar dan voor geur. En dan word je dus wakker gemaakt met drie zintuigen tegelijkertijd. Je zou er nog extra zintuigen bij kunnen doen. Smaak misschien. Dat die een of andere vloeistof in je mond spuit. Gevoel. Je zou een schokband om kunnen doen. Ik denk dat je daar wel wakker van wordt. Eigenlijk zou je hele bed gewoon elektriciteit moeten geleiden. Dat je een soort schok krijgt die pas stopt als je uit je bed bent. Dat is pas echt een effectieve wekker. Ik ben best wel goed geworden in deze frikandellen lopen. Kijk eens aan. Heb ik heel veel moeten oefenen. Maar ja, toen ik het net deed, zag het er eigenlijk op geen enkele manier moeilijk uit. Eigenlijk een klein beetje sneu dat ik er nu zo stoer mee aan het doen ben. Verder heb ik nog wel een mogelijk interessant feitje. Oh, Jezus, wat waardeloos. Over het oude Egypte. Wat ze daar namelijk deden is, ze hadden daar namelijk nogal een probleem, blijkbaar, met lijken van mooie mensen die, nou ja, laat ik het zo zeggen. Necrofilie is het woord wat je zou kunnen gebruiken. Er werd gewoon te veel seks gehad met dode mensen, blijkbaar. Dus wat ze deden is ze bepaalden als je dood was
Of je knap genoeg was om seks met haar. Ik zou dat lijk neuken, sowieso. Ik zou het doen. En als dat lijk lekker genoeg was om te ketsen, dan legt ze die eerst een paar dagen in de zon. En dan pas werd je begraven. Laat eerst gewoon een klein beetje weggerold in de zon, worden wat minder lekker. En dan begraven we het. Waarschijnlijk was het toen ook wel een gast die zei, nee, leg ze maar bij mij in de slaapkamer. Ik let er wel even op de komende 3 dagen. Nu vraag ik me wel best wel af hoe vaak necrofilie nou echt voorkomt. Hoe vaak komt dat nou echt voor vandaag de dag? Dat je een dood lichaam opgraaft om er seks mee te hebben. Voor mijn gevoel zijn er een hoop andere dingen waar je leuter in zou kunnen hangen. Waar ook nog eens een minder hoge celstraf aan hangt. Deze minigame is best wel nice, aangezien ik val hier bijna nooit af. Wat voor mij persoonlijk heel goed werkt, is gewoon ergens blijven staan. En dan op een gegeven moment, als je bijna daar eraf valt, gewoon op het andere platform gaan staan. En dan gewoon weer wachten tot je hem helemaal naar de overkant rijdt. En op een gegeven moment zie je je kans. Dan denk je, nou, ik ga weer hier staan. En dat doe je gewoon net zolang totdat 16 mensen van de baan afgeflikkerd zijn. Wat opschiet, aangezien we zijn al 8 mensen kwijt. Langzamerhand gaan beide rollen steeds harder rollen. Je moet alleen oppassen dat mensen je niet vastpakken en in alle drukte je weggeduwd wordt. De drukte vermijden is best wel een prima strategie. Ondertussen kan ik je wel een klein beetje vertellen over de eerste keer dat een walrus werd opgezet. Op een gegeven moment vonden ze blijkbaar een dode walrus. En toen gaven ze die huid aan een taxidermist. Dat is een persoon die normaal dode dieren zo volstopt met een soort wol of zo. Vandaag de dag gebruiken ze vast iets anders. Maar vroeger was het gewoon wol. Iets van vulling. Brinta met rozijnen. Weet ik veel wat ze erin proppen. Maar je pakt gewoon een dier. Je holt alles wat gaat rotten en gaat stinken. Haal je eruit en je stopt er iets in wat niet gaat stinken. Ja toch? Nou, toen dat voor het eerst gebeurde bij de walrus, gebeurde er iets interessants. De walrus was opeens gigantisch, aangezien de huid van een walrus is best wel rekbaar. En die taxidermist had zelf nooit walrus gezien. Hij had alleen blijkbaar de huid van de walrus gekregen. Dus hij heeft die walrus gewoon zo volgepropt tot het niet meer kon. Wat blijkbaar bij het opzetten van andere dieren toch een klein beetje de norm is. En ja, het resultaat was een hele grote walrus. Nu we het toch al een klein beetje over interessante dierenfeitjes hebben, ik kan al een klein beetje gaan praten over het grote goud van het dierenrijk guano. Dat spul is echt super veel geld waard, want planten groeien er gigantisch goed door. Vandaag de dag hebben we een heleboel goede kunstmatige meststoffen, dus ik gok dat het vandaag de dag best wel meevalt. Maar vroeger was dit spul echt gewoon in de hoek van goud qua waarde. Nu vraag je je misschien af, wat is het dan precies? Nou, guano is vogel. Nee! Ik bleef hangen! Het is toch wel een klein beetje sneu als je er in een ronde als allereerste uitgaat. Maar alsjeblieft, kijk naar de beelden. Het was gewoon de schuld van de game op een of andere duidelijk te verklaren manier. Ik deed gewoon een duikje, bleef hangen in het duikje. Wat moet je dan doen? Precies, dan hebben we wel alle tijd om te praten over guano. Precies op het moment dat je ging vertellen wat het nou was, werd ik in één keer stilgemaakt door een satanistisch netwerk van pedofielen. Je weet hoe die dingen gaan. Oh, fuck. Om in ieder geval terug te komen op mijn verhaal. Guano is vogelpoep. Maar niet zomaar vogelpoep. Vogelpoep over een hele lange tijd. Stel, je hebt een steen midden op zee. Daar komen over het algemeen vrij weinig schoonmakers om vogelpoep op te ruimen. Eigenlijk komt daar helemaal niemand behalve vogels. Wat je dan krijgt is dat, dat ik even heel goed op moet letten als ik deze ronde nog door wil gaan. Wat je dan krijgt is dat over een periode van bijvoorbeeld 1000 jaar... daar een gigantische, witte, krokante laag vogelkak ontstaat. Want die vogels blijven maar kakken en niemand ruimt het op. Er vormt zich eigenlijk een soort gesteente van meters en meters opgedroogde vogelkak. En dat spul heet guano en dat kun je gewoon mijnen. En dat zit vol met voedingsstoffen, waardoor het vroeger eigenlijk gewoon de beste stof was om je velden mee te bemesten. Dat spul was gigantisch veel geld waard. Er is een land, ik heb hem toevallig moeten leren voor mijn vlaggengezeik, Nauru. Een tijdje was Nauru een van de rijkste landen per wereld, want er woonde bijna niemand en ze hadden fucking veel vogelkak. En over vogelkak gesproken,
Misschien is het een klein beetje de moeite waard om te gaan praten over mijn grote YouTube-mattie, Snapking. Ik kreeg zo gigantisch veel Instagram-DM's over dit onderwerp. Nou, nu niet meer. Niet omdat mensen gestopt zijn, maar omdat ik mijn Instagram-pagina een week later nog steeds kwijt ben. Ik vind het echt bizar dat ik zulke slechte klantenservice ontvang van zo'n groot platform als Facebook. Maar in ieder geval om even een klein beetje uit te leggen wat er aan de hand is. Ik wilde hier eigenlijk een complete video over maken. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, weet je, ik heb al een keer in een video gezegd, jongens, Snapking is een beetje een lul die ja geld verdient en het boeit hem niet heel erg. Hoe, negeer alsjeblieft alles wat deze man zegt. Maar ja, het wordt ook een klein beetje repetitief. Het is wel heel makkelijk scoren. Nee, wat doe je? Om weer een video te maken over die gast. Maar misschien is het dan wel de moeite waard om eventjes een klein beetje door te nemen wat hij precies gedaan heeft de afgelopen tijd tijdens dit sappige potje Fall Guys. Het eerste wat hij gedaan heeft is best wel positief voor hem en niet negatief voor de wereld. Hij heeft een vriendin. Dat kan natuurlijk alsnog negatief uitlopen voor de wereld als deze man besluit ooit kinderen te nemen. Maar hij heeft in ieder geval momenteel een vriendin en ze gaan zelfs het is eigenlijk pas later in dit verhaal relevant. Ze gaan zelfs trouwen binnenkort, jongens. Is dat niet... Hé, daar valt er eentje. Is dat niet fantastisch? Waarom ik begin over zijn vriendin? Zijn vriendin heeft een eigen bedrijfje gestart. Namelijk Canna Fuel. Dat zijn hele kleine potjes met daarin druppels met CBD. Dat is een stof die ook in wiet, cannabis, zit. Cannabis is voornamelijk THC. Dat is de shit waar je waarheid stoned van wordt. En je hebt CBD. CBD heeft een aantal redelijk interessante medische toepassingen. Waaronder volgens sommige iets wat omstreden onderzoeken dat het je stofwisseling bevordert. Oftewel, je lichaam gaat meer verbranden terwijl je eigenlijk helemaal niks doet. Nu hebben Snapking en zijn vriendin een heel bedrijf opgezet rondom dit spul. Dit Canna Fuel. Ze hebben de geniale slogan: bereik je doel met Canna Fuel. Het idee is eigenlijk als volgt. Als jij toevallig al heel lang af wil vallen, dan is Canna Fuel de manier om dat te doen. Je moet gewoon iedere dag een paar druppels in je mik gooien en die kilootjes vliegen er vanzelf vanaf. Nu is het zo dat zowel Snapking als zijn vriendin de afgelopen tijd gigantisch zijn afgevallen. En dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan. Alleen ze laten het nu heel erg lijken alsof dat allemaal komt door Canna Fuel. Wat in principe niet waar is. Weet je waar het ook door komt? Snapking heeft naast mensen Canna Fuel verkopen geen baan. Die gast kan gewoon iedere dag makkelijk 2 uur naar de sportschool. En dat doet hij ook. Ik volgde deze gast jammer genoeg op Instagram. En die gast was echt wel gewoon iedere dag in de sportschool te vinden. En had ook nog eens een personal trainer. Op dat moment moet je je toch een beetje gaan afvragen in hoeverre je het afvallen van zo'n 10 kilo in een aantal weken echt kan toewijden aan Canna Fuel. Of gewoon het feit dat hij daadwerkelijk op dieet is gegaan en letterlijk een personal trainer heeft en 2 uur per dag in de sportschool zit. Weet je trouwens nog een hele gezeik over als je eenmaal achter staat dat je gaat verliezen? En daar loop ik momenteel heel hard tegenaan. Ik ben als enige aan het verdedigen. Ik probeer nog een klein beetje mensen dwars te zitten die onze eieren proberen te stelen, maar er blijft verrassend weinig van over. Alhoewel, we maken momenteel een hele kleine comeback. Ik zal even proberen dit gouden ei te verdedigen in ieder geval. Maar ik ben ook niet zo heel goed in verdedigen. Maar ja, niemand deed het. Dan offer ik me maar op, was een beetje mijn... Hey, zou je dat ei willen teruggeven, lul? Top, alvast bedankt. En we liggen er weer uit. Ik vind het echt net wat minder leuk als ik eruit lig door middel van teamgames. Hier kan ik toch wat minder aan doen. Het is allemaal de schuld van de rest van Team Geel. Zij zitten fout. Ondertussen zou ik zo waar willen voorstellen om deze hele ronde gewoon uit de video te knippen. Aangezien ik haal hem altijd. Aan de andere kant kan ik het natuurlijk alsnog proberen interessant te maken door daadwerkelijk interessante dingen te vertellen. Sinds wanneer is de gameplay echt belangrijk bij Serpent Gameplay? Dat is een hele goede vraag. In ieder geval, om even terug te komen bij dat hele verhaal van die Canna Fuel. Een deel van het probleem is dus de manier waarop ze het brengen. Het is toch iets wat misleidend om te doen alsof die druppeltjes ervoor gezorgd hebben dat je zoveel gewicht verloren bent. Terwijl het voornamelijk is omdat je gewoon heel veel gesport hebt. Het tweede ding wat ik soort van irritant vind is de manier waarop ze het marketen. Ten eerste, dat spul is fucking, maar dan ook fucking duur. De actieve stof in Canna Fuel, CBD, kan je gewoon op het internet kopen voor, ik denk, 20 euro. Zij verkopen eigenlijk exact hetzelfde molecuul in een ander potje, maar dan
voor 60 euro. Aan de andere kant, als jij zo dom bent om van deze man dit product te kopen voor die prijs, stik er dan maar lekker in, weet je. Als jij dat wil kopen, is dat jouw probleem. Ik vind het alleen jammer dat hij er zoveel geld mee verdient. Het is letterlijk gewoon iets wat je goedkoop kan kopen voor heel veel geld. Verkopen door te doen alsof het de sleutel is tot gewichtverlies. Terwijl het waarschijnlijk het dieet is, de personal trainer en de sportschool. En misschien dat het ook nog een heel klein beetje helpt, maar het zijn toch die andere dingen die net een heel stukje belangrijker zijn. Wat ik verder heel irritant vind, je merkt de passie in mijn hart. Ik volg dat hele Cannafuel al een tijdje, ook al voordat het uitkwam. Maar sinds het uit is gekomen, enkele weken geleden, is het tot nu toe altijd of uitverkocht of in de korting. Daar zit een luchtje aan. Als een product de hele tijd uitverkoopt, zou dat moeten betekenen dat het heel erg populair is. Heel veel mensen willen je product. Maar je kan jammer genoeg niet iedereen een product geven. De vraag is te groot. Als een product de hele tijd uitverkoopt, waarom geef je dan korting? Het is echt gewoon een marketingtechniek die heel naar is. Gewoon altijd korting geven met het idee van, oh shit, je hebt nu 25% korting. Koop het alsjeblieft nu. Op zijn Instagram-account heeft hij zelf de vraag, hoeveel korting willen jullie de volgende keer? 30 of 40%? Alsof er een persoon is die zegt, nou ja, nee, 30% korting lijkt me wel redelijker. Alsof McDonald's gaat vragen, oké, jongens, zijn een beetje aan het nadenken over een nieuwe prijs voor de Big Mac. Wat denken jullie? 4 euro of 5 euro? We zijn echt heel benieuwd naar jullie geïnspireerde ideeën over McDonald's prijzen. Die man is heel goed in tegelijkertijd het idee creëren dat deze shit heel snel uitverkoopt. Dus je moet erbij zijn, maar tegelijkertijd moet hij er dusdanig vanaf dat hij 40% korting geeft. Ik snap het niet meer, oké? Ik snap het niet meer. Maar wat ik vooral niet snap, is de mensen die deze meuk daadwerkelijk kopen. En daar word ik dan weer toch wel een heel klein beetje verdrietig van. Maar gelukkig heb ik ook nog goed nieuws. Ik ben daadwerkelijk dit potje eier gekloot aan het winnen. Tenminste, Geel heeft momenteel 0 eieren. Ik wens ze er heel veel succes, plezier mee. Dit soort potjes zijn wel heel fijn, aangezien, ja, we zijn nu meestal met een man of, nou, 39 of zo. Dus je trekt er wel meteen zo, pat, 13 mensen vanaf. Met hoeveel mensen zijn we nu nog over? 25, dus waarschijnlijk toch nog wel 2 rondes tot de finale. Valt toch een beetje op dat ik aan het begin van de video gepiekt ben. Voordat ik de opnames had aangezet, had ik 1 oefenpotje gedaan. En toen had ik ook meteen de finale gehaald. En nu lijkt dat toch in 1 keer een heel stukje ingewikkelder te gaan. Deze game mode is moeilijk, naar en ik word er een beetje verdrietig van. Je ziet hier een gigantisch groot vierkant. En er is maar 1 pad naar de overkant. Het is aan ons om dat pad te vinden. Maar dat doe je eigenlijk allemaal tegelijkertijd. Je volgt gewoon elkaar. De beste strategie is om gewoon een klein beetje achter de personen aan te lopen die daadwerkelijk het risico durven te nemen om verder te lopen. Dus op een gegeven moment krijg je dat iedereen gewoon op 1 blokje staat te duwen en te persen en te drukken. Oh nee! Vanaf hier, de laatste rij, is altijd 2 rechte blokjes. Als iemand nu het goede pad vindt, dan is dat sowieso de weg naar de finish. Daar is hij! Hop, hop, hop! Ah, ik zit er nog soort van in. Het probleem is vaak dat net voordat mensen het goede pad vinden, duwt iemand je er vanaf. En dan ben je eigenlijk al een soort van kansloos. Of soms ben je een hele gekke bui en denk je, weet je wat, ik ga gewoon een willekeurig vakje proberen. Als het hem niet is, heel slecht nieuws. Je gaat er zeer waarschijnlijk uit. Nog 16 mensen over. De finale komt daadwerkelijk weer een klein beetje dichtbij. Oeh, Tiltek. Ik ga heel eerlijk zijn over deze game mode. Ik hou niet van deze game mode. In deze game mode hebben een aantal mensen starten en een aantal mensen niet. Degenen die aan het einde van de ronde een start hebben, gaan door naar de finale. Ik vind dit soort dingen echt rete irritant. Het is vooral ook, ja, de hele eerste minuut van deze game maakt eigenlijk bijna niet uit. Aangezien maakt niet heel veel uit of je nu een start hebt en hem dan weer kwijtraakt. Als je maar in de laatste 30 seconden nog zo'n start weet te krijgen. Fuck. Het maakt eigenlijk bijna niet uit wat je de eerste 1,5 minuut doet. Het lukt bijna niemand om namelijk het hele potje langs de start vast te houden. Wat wel nog een goede strategie is, is let op andere mensen met staarten. Geloof het of niet, maar dat zijn namelijk je vrienden. Mensen met een staart kunnen namelijk jouw staart niet stelen. Ga je staan naast iemand anders met een staart en iemand komt de staart stelen, is het de kans dat ze de staart van die andere persoon stelen. Wat voor jou dan weer heel erg gunstig kan zijn. Oké, ik blijf gewoon een klein beetje rondkutten. Nog 30 seconden te gaan. Ik heb hier geen zin in, jongens. Oké, 2 mensen met een staart. Hebben jullie zin om te chillen of zo?
Oh, fuck. Er stond daar nog een gast. Ik had geen idee. Oh, man. Ik ging zo goed. Ik heb nu binnen nu en 10 seconden een staart nodig. Nou. Dat ga ik niet meer redden. Jawel. Nee. Fuck. Ik had echt niet verwacht dat... Dat was heel veel drama in heel weinig tijd. Kak. Weer geen finale plek. Ook hier weer een klein beetje goed nieuws. In ieder geval, het eerste level is niet weer dat level dat ik echt de hele tijd krijg. Lanceer me. Dank je. En laten we de rest maar gewoon even op een soort van normale... manier proberen te doen. Damn, dit ding gaat turbo. Als je eenmaal geraakt wordt, dan... Ja, dan... dat is niet best. Fuck. Misschien is het voor mij makkelijker als we wel gewoon als beginlevel... dat beginlevel hebben wat we de hele tijd hebben. Het nadeel van zo'n ander parcours is wel in één keer dat ik beduidend slechter ben. Maar het lijkt erop dat ik toch nog wel een soort van een klein beetje kan kwalificeren... als een van de laatste. En verder heb ik voor jou misschien een leuk feitje over Harry Houdini. Ik hoop wel dat hij Harry heet. Klinkt wel heel logisch, maar het zou best kunnen dat hij niet Harry heet. Misschien is dat waar Harry Potter vandaan komt. Voor de mensen die niet weten wie Houdini was een ontsnappingskunstenaar. Tenminste, zo stond hij voornamelijk bekend. Hij liet zich dan ondersteboven met sloten in een soort tankladen. En dan kon hij via allemaal hele coole dingen kon hij al die sloten afdoen. En mensen waren heel erg onder de indruk. Wat hij ook was, hebben meer goochelaars. Onder andere James Randi, die afgelopen week trouwens overleden is. Echt super jammer. James Randi is echt een topgozer. Ik kan je hartelijk aanbevelen om wat van zijn YouTube-video's te kijken. Ook hij was een goochelaar die heel erg tegen huichelaars was. Namelijk mensen die beweren paranormaal begaafd te zijn. En Houdini was eigenlijk precies hetzelfde. Houdini kon allemaal hele leuke trucjes, maar hij hield niet van mensen die deden alsof het geen trucjes waren, maar ze gewoon een soort diepere connectie hadden. Houdini is op een zeer jonge leeftijd overleden. Klein beetje mysterieuze omstandigheden. Sommige mensen denken dat hij vermoord is door een soort cult van paranormaal begaafde gekkies die het jammer vonden dat Houdini al hun inkomsten wegnam. Valt wat voor te zeggen. Het is wel een complot wat nog in ieder geval een klein beetje aannemelijk is. Houdini is in ieder geval op jonge leeftijd overleden. Hij is ooit een keer backstage in elkaar geslagen door iemand die benieuwd was of hij een beetje tegen wat klappen kon. Toen was hij vervolgens, geloof ik, een beetje eigenwijs, veel te laat naar het ziekenhuis gegaan. En uiteindelijk aan die overbonding overleden. Hij is niet overleden tijdens een van zijn optredens zelf, wat heel veel mensen volgens mij denken. Ik had toch een beetje het idee van, oh, als hij op hele mysterieuze manier overleden is, dan was het vast tijdens een optreden, toch? Niet waar, maar het interessante over Houdini, waarom ik het nu een klein beetje aanhaalde was, voordat hij overleed, gaf hij zijn vrouw een wachtwoord. En ben je net zoals dat iemand een kamer heeft dan, wachtwoord! Zo'n soort wachtwoord. Het idee was namelijk als volgt. Houdini vond het best wel interessant om te kijken van... Hey, is er nou leven na de dood? En kan zo'n medium, kan die nou echt contact leggen met de geestenwereld? Dus hey, vrouw, stel ik ga dood. Ga gewoon naar zoveel mogelijk van die paranormaal begaafde gekkies toe. En vraag of ze contact kunnen leggen met mij. Als je mij aan de lijn krijgt, dan geef ik jou het wachtwoord. En als een of andere gast beweert met mij te kunnen spreken, maar niet dat wachtwoord heeft, dan ben ik het niet. Oprecht een geniaal systeem. Uiteindelijk heeft de vrouw van Houdini gigantisch veel mensen gesproken, maar dat magische wachtwoord is jammer genoeg nooit gehoord. Deze minigame is trouwens best leuk, maar net zoals alle teamgames, verschrikkelijk. Oh, ik heb een puntje voor rood. Of tenminste, daar gaat het langzaam heen. We hebben momenteel 0 ballen. Dat is balen. Dat mogen er van mij wel meer zijn eigenlijk. Even gauw die kant op. Bonjour. Please. Yes. Oké, kom op. Meer ballen. Je moet ze een klein beetje achter die scheidingslijnen tikken. Dan raak je ze minder snel kwijt. We moeten vooral even die bal bij blauw weghalen. Of ervoor zorgen dat er niet ballen bij ons weggaan. Waarschijnlijk wordt het gelijk spel over enkele seconden. Dan komt er een tiebreaker. Oftewel 15 extra seconden. Oftewel die ballen moeten weg bij blauw. Echt heel snel. Het is inderdaad momenteel overtime, oftewel een paar extra seconden. We hebben een probleem momenteel. En we liggen eruit. Fuck team games. Fuck samenwerken met andere mensen. Ik was niet goed in deze game, maar die andere mensen... Moet ik nou weer opnieuw beginnen? Erg sneu dit. Weer geen finale plek, maar dit...
Dit gaat hem worden. Hoop ik. Verder heb ik gigantisch groot YouTube nieuws van de Telegraaf. Nicky Tutorials is niet langer de grootste Nederlandse YouTuber. Ze is namelijk ingehaald door het paradepaardje van GTA 5, Kwebbelkop. Nu is het ding dat Kwebbelkop eigenlijk helemaal niet de grootste Nederlandse YouTuber is. Dat is namelijk Jelly, een van Kwebbelkop's matties. Die gozer heeft echt 6 miljoen abonnees meer dan Kwebbelkop. Het is iets van 13 miljoen versus 19 miljoen. Maar om een of andere reden wordt hij altijd vergeten. Het is een beetje jammer om te zien dat de Telegraaf zo'n groot artikel doet van, yo, grootste Nederlandse YouTuber. Terwijl, er is gewoon een nog grotere gast. Hoe zie je hem over het hoofd? Hij heeft 20 miljoen abonnees. Het is niet heel moeilijk te missen, zou je zeggen, toch? Aan de andere kant, als je echt heel erg wil mieren neuken. Ik geloof dat er ook nog een aantal kanalen zijn zoals Spinning Records. Die hebben ook echt heel veel abonnees. En in principe is dat soort van Nederlandse bodem. Maar dat is toch een beetje hetzelfde als dat T-Series meer abonnees heeft dan PewDiePie. Als je een bedrijfachtig kanaal hebt waar een heleboel mensen uploaden, dan telt het niet. We gaan momenteel Perfect Match spelen. Een game die heel erg inspeelt op het korte termijn geheugen. Je ziet een aantal vakjes. In de eerste ronde alleen maar watermeloen en banaan. Zometeen zie je op het scherm of watermeloen of banaan. En moet jij op het juiste vakje gaan staan. Meestal haal ik deze ronde wel. Maar als je het niet haalt, sta je wel heel erg voor schut. Is het tijd voor watermeloen toevallig? Nee, het is tijd voor banaan. Wat je ook gewoon heel vaak kan doen, is gewoon de meeste mensen volgen. Maar zijn de meeste mensen wel te vertrouwen. Ik heb echt al een keer gehad dat ik gewoon met heel veel mensen op hetzelfde vakje stond en toen gewoon gevallen ben. Even kijken. Watermeloen, banaan. Oké, druif. Oké, ja. Druif, sinaasappel, banaan, watermeloen. Ik heb hem denk ik wel zitten. Druif, sinaasappel, banaan, watermeloen. Daar zit watermeloen. Toch? Toch? Je gaat toch heel erg aan jezelf twijfelen. Het gaat nog goed. Oké, nu komt de moeilijkste ronde. De ronde met iets van 5 vakjes. Je moet gewoon eigenlijk hopen dat je gewoon dat ene vakje nog een beetje onthouden hebt. Oké, ik heb echt niks gedaan. Sinaasappels helemaal daar. Kers daar. Druif daar. Watermeloen daar. Dit gaat helemaal verkeerd. Het gaat oprecht helemaal verkeerd. Ik weet oprecht helemaal niks meer. Ik heb geen idee waar banaan zit. Hier blijkbaar. Please. Oké, als het goed is dat de laatste ronde. Als het goed is hebben we het gehaald. Het enige probleem is, heel veel mensen halen het hier vaak. Dus er vallen niet zoveel mensen af. Maakt het een beetje een niet nuttige ronde. Rondes waar de helft van de mensen wegvallen zijn hele fijne rondes. Maar dan schiet het nog een beetje op. Komen naar een finale waar je met 5 man in zit, is er nog een realistische kans dat je die finale wint. Er zitten nu nog steeds 27 spelers in. Het schiet nog niet helemaal op. Maar waarschijnlijk pakken ze even een minigame om er wat vaart in te drukken. En die minigame is Hoopsie Legends. Oké. Tijdens Twitch Rivals heb ik heel veel Hoopsie Legends gespeeld. En meestal pak ik hem ook nog wel. Het doel is heel simpel. Spring als eerste door 6 hoepels. Er zijn ook nog eens gouden hoepels. Die tellen voor 5. Oké. Wat je vaak gewoon kan doen is een hoepel achter je pakken. Maar heel veel mensen duiken toch wel een beetje op dezelfde makkelijk te grijpen hoepels. Geeft toch wel een hoop gezeik. Oké. Ik heb in ieder geval 1 hoepel te pakken. We lopen op misschien een schema. Nou! Oh, hij was niet van mij. Hij was niet van mij. Ik zag die gouden hoepel echt zo snel. Toen ik dook had ik echt wel het idee van ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik ben de rechtmatige eigenaar van deze gouden ring. Bleek toch, ja, iets minder waard te zijn. Het werkt toch gewoon het beste om gewoon een beetje in heel veel paniek rond te lopen. En hopen dat het toevallig net een keer, zoals precies hier, een ring voor je neus verschijnt. En dan spring je er doorheen. We kunnen die ring daar nog even proberen. Hoppla. Oké, we hebben er al 4 van de 6. Er zijn 3 mensen door. Dus er zijn nog een redelijk aantal plekjes voor de volgende rondes. Wat voor mij toch meestal het beste werkt, is gewoon dit soort hoge platformen. Er zijn toch best wel vaak ringen die anderen niet pakken. Ja, of net wel. Dat kan ook gebeuren. Voor mij persoonlijk werkt het toch gewoon heel goed om gewoon goed om je heen te kijken. Goed in beweging te blijven. Denken, huh, hoezo zag niemand deze ring? En daar dan vervolgens lekker doorheen te springen. Ik denk dat je dat kan halen vanaf hier. Nou, deze gasten zullen dat vast gaan proberen. Oh, dat red je niet, nee. Laat dan even hier gaan opspringen. Dan red je het namelijk wel. Tot nu toe zijn er pas 7 mensen die al hun ringen hebben gehaald. Dus er zijn nog genoeg plekjes vrij. Ik heb nog 1 ring nodig. Waar gaan we die ring eventjes heel snel vandaan halen? Oh, daar is nog een ringetje. En nu niet meer. Daar is nog een ringetje.
En ik ben door. Boom, boom, boom. Ik ben ondertussen echt al een minuut lang aan het spectaten. Oftewel, er was nog wel flink wat speling. Ik hoop persoonlijk dat de volgende ronde een één team tegen één team wordt. Dat de groep van 16 mensen die we nog hebben eventjes mooi tak gehalveerd wordt. En dat ik dan in de winnende helft zit. En dan met 8 man een hele leuke finale neerzet. Maar ik ga er eigenlijk niet van uit. Ik hoop in ieder geval dat ik weer een finale plaatsje kan pakken. Dat is toch iets van dat ik tenminste toch nog een klein beetje kan laten zien. Ik ben niet volledig slecht in dit spel. Ik ben altijd bang voor al die gemene reacties met hoe weinig ik wel niet kan. En die reacties krijg ik vaak. Heel vaak. En het is geworden. Block Party. Volgens mij heb ik deze minigame nog nooit gehaald. Want ik val altijd af in de laatste seconde. In principe werkt deze game hetzelfde als met die rollen. Dat ja, ze wachten gewoon tot x aantal mensen zijn afgevallen. 14 is trouwens echt heel veel. Maar er is ook een timer. Na 1 minuut 40 gaat iedereen die overblijft door. Maar ik krijg het iedere keer voor elkaar om precies als die timer op 2 of 3 seconden staat, net op dat moment ergens vast te hangen achter een balk en heel mooi meegeswoopt te worden. Maar misschien is vandaag anders. Ik vouw mijn handjes bij elkaar en we gaan het zien. Ik kan proberen ondertussen een verhaal te vertellen, maar of het verhaal slaat waarschijnlijk helemaal nergens op, of ik ga weer op een hele knullige manier verliezen. Waarschijnlijk is het beter als ik gewoon mijn mond hou. Ik vraag me vooral af, wil je een gameplay zien zonder commentaar? Dan zal ik deze ronde wel nog soort van ongeknipt. Dat ik niet in één keer een harde knip heb naar het moment dat ik van de baan afval. Hoe zou je dit het liefst willen kijken? Als één ongeknipte brok moet je misschien af en toe even langskomen bij mijn livestreams. Daar speel ik ook zo nu en dan wel een potje Fall Guys. Ik ben toch best wel op jacht naar die ene keer winnen. Als je met mensen praat over deze game is dat altijd wat ze vragen. Oh, je bent begonnen met Fall Guys spelen. Heb je al een keer gewonnen? En het is gewoon heel jammer als je iedere keer op keer moet zeggen, oeh! Nee, dat heb ik niet. Oké, nog 17 seconden. Dit is het deel waar het echt heel erg kut wordt. Want je moet de hele tijd heel snel naar links en rechts. Maar je bent gewoon met te veel mensen om heel snel naar links of rechts te gaan. En dan ga je gewoon vallen. Het is wel handig om helemaal vooraan te staan. Nee, 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 nee. Heb je gewoon meer tijd? Dit bedoel ik nou! Weer! Bij 1 seconde! Altijd deze bullshit! Het is gewoon te druk! Wat moet ik doen dan? Wat is de strategie hier? Ik weet het niet. Nou, wat een kutspel. Kak. Dit is het laatste potje van de video. Alles of niets. Ik wil in ieder geval de finale ronde halen. Als dat niet lukt, kap ik er gewoon mee. Zoek het maar uit met je kakspel. Echt hoor. Ik vraag me wel af in hoeverre Fall Guys nou echt gebaseerd is op geluk hebben, niet vastkomen te zitten achter een irritante balk, niet met een stel debielen in een team zitten tijdens een team minigame. Als je een beetje kijkt naar de mensen die heel goed zijn in dit spel, hoeveel procent van de potjes winnen ze dan? Hangt vast ook een beetje af of ze in potjes zitten met andere mensen die heel veel potjes winnen. Volgens mij heeft deze game niet een systeem dat je gematcht wordt met anderen die heel goed zijn, want dan wordt het in één keer wel, ja, heel moeilijk. Als je daadwerkelijk gematcht wordt met mensen die even goed zijn als jij, dan ja, qualify je heel vaak niet in de eerste ronde waar de helft van de mensen wegvallen. Ik zat laatst een beetje op Twitch te kijken en er zijn daadwerkelijk mensen die gewoon een teller hebben met hoeveel wins ze die dag al hebben en dat die teller gewoon geregeld boven de 50 staat. Dat ik denk, huh? Hoe speel je überhaupt 50 potjes op een dag? Een potje is echt al 10 minuten, een kwartier. Dan verlies je ook nog eens een redelijk aantal van die potjes. Ga ik vanuit. Hoe wil je ooit 50 potjes winnen op een dag? Ik ben al meerdere weken bezig met één potje. Maar dat is waarschijnlijk dat stukje verschil in of je goed bent in het spel of niet. Vooral toen ik begon was er echt wel een hele duidelijke leercurve. In het begin ging ik toch wel, ja, kapot in ongeveer iedere minigame. En nu als ik deze zie denk ik, nou, dit gaat me gewoon lukken. Voor mij is het er nu toe nog niet gebeurd in deze video dat ik dit level niet heb gehaald. Het is een keertje spannend geworden. Maar spanning hoort er ook een klein beetje bij. Het is ook wel ook een klein beetje verschil of je hem als eerste of tweede level krijgt. Als tweede level is de competitie toch net ietsje beter. Maar het lijkt soort van goed te gaan. Nu we het toch een klein beetje hebben over mensen die goed zijn in dingen. Wist je dat de meeste sporters geboren zijn in het begin van het jaar? Als je gewoon even gaat kijken hoeveel professionele voetballers er geboren zijn in januari, februari, maart. Heeft dat misschien te maken
Met horoscopen? Sterrenbeelden? Nee, maar natuurlijk niet. Dat komt voornamelijk omdat heel veel sporten jongeren indelen op basis van leeftijd. Als jij in een team zit waar je in mag zitten tot je 18e en jij bent net niet 18, heeft dat een voordeel, want je bent gewoon daadwerkelijk ouder. Ben je gewoon net iets fitter op een fysiek niveau, win je meer wedstrijden, vind je voetbal misschien leuker, ga je dus ook door met voetbal, word je nog beter, word je in één keer prof. Het moment waarop je geboren wordt, heeft op die manier best wel invloed op je leven. Ik ben juist een jochie van de zomervakantie en daarom kan ik helemaal niks. Op de basisschool is het ook best wel een dingetje. Toen ik naar de basisschool moest, stonden mijn ouders voor de keuze of je laat Rick meedoen en hij is eigenlijk de jongste van de klas, of je laat het joch gewoon een jaar later beginnen met school en dan is hij juist weer de oudste van de klas. Uiteindelijk zijn basisscholen toch ook wel gewoon een beetje kinderopvang, weet je. Nu met heel corona de middelbare scholen misschien dichtgaan. Ik kan je met redelijke zekerheid vertellen, de basisscholen gaan niet dicht. Als de basisscholen dichtgaan, heb je eigenlijk gewoon een volledige lockdown, want alle ouders moeten thuis blijven om op hun kinderen te passen. En opa en oma zijn nou ook niet echt de ideale vervanging, of wel dan? Mijn ouders wilden in ieder geval graag van me af, dus die hadden mij inderdaad gewoon lekker zo snel mogelijk op de basisschool gedumpt. En ik ben toen oprecht indrukwekkend. Mensen zijn best wel onder de indruk als ze dit horen. Ik ben blijven zitten in groep 2 van de basisschool. Dat was dus niet per se omdat ik heel dom was, maar voor groep 2 standaarden wel. Aan de andere kant, in groep 2 leer je toch helemaal niks? Dus wat voor standaarden waren er eigenlijk in groep 2? Helemaal niks. In groep 2 leer je geen rekenen. In groep 2 leer je geen taal. Je doet daar helemaal niks. En toch ben ik blijven zitten. Het is oprecht indrukwekkend. En het is allemaal de schuld van het moment waarop ik uit mijn moeder gerold ben. Je wordt bedankt. Het is weer tijd voor Hoopsie Legends. Ik verwacht dan ook een keiharde qualify van deze jongen. Ik denk toch wel dat ik iets van 80% van de potjes Hoopsie Legends qualify. Ik wil niet zeggen dat ik goed ben, maar ik ben beter dan de gemiddelde speler. En dat is alles wat je nodig hebt. Ze zoeken 10 mensen voor die finale. Ik voel hem eerlijk gezegd wel. De vraag is, ga ik het aandurven om die kant op te rennen? Dat ga ik zeker. Hoppakee, onze eerste hoepel is alweer binnen. Gaan we even heel gauw deze die kant opduwen en dan gewoon heel vaak daar naar boven springen. Toch een beetje mijn standaardstrategie. Want hij werkt ook gewoon zo verdomme goed. Ja toch? Hoppa, dat is al 2. Als je een beetje geluk hebt, komt hij hier net eventjes een ringetje aanzetten. Dat doet hij jammer genoeg niet. Oké. We kunnen die wel proberen te pakken. Maar die gast naast mij heeft jammer genoeg hetzelfde idee. En het duurt best een tijdje. Kutzooi. Oké. Weet je wat? Eigen plan. Niet te veel andere mensen opzoeken. Zitten alleen maar in de weg. Die hebben niet het idee wat ik heb. Oh shit. Ik had daar net iets eerder moeten zijn. Maar ik heb momenteel al 3 ringen. Wat volgens mij nog steeds best wel prima is. Maar het kan ook wel prima deur. Ah. Hopla. Dat is 4. Als we nou even een hele gewaagde sprong maken, pakken we daar. Oh, shit. Oké, er kunnen er maar 3 mensen bij. Ik begin om dat werk een klein beetje te stressen dat ik toch niet bij de top. Omkeren. Nog 2 plekjes. Kom op. Kom op. Yes. Woe. Toch wel. Hoopsie legend hier zo. Oké, ik heb daadwerkelijk een finale plek gepakt toen ik zei finale plek of niks. 10 mensen, 1 finale. Wordt dit mijn eerste win in Fall Guys? Een prachtige kers op de taart die deze XXL gameplay is. Ik hoop het zo hard, maar mijn vertrouwen is na zoveel verloren finales zo laag. Het probleem is ook gewoon, ik kom niet heel vaak in de finale. Dus ik heb die spelletjes ook gewoon niet heel veel kunnen winnen. En sommige mensen die zijn heel vaak in de finale. Die winnen ze ook de hele tijd en die weten wat ze doen. Maar als er een finale is die ik misschien kan winnen, dan is het Hexagon. Dit is letterlijk gewoon Minecraft TNT run. Maar dan zonder Minecraft en zonder TNT. Daarover gesproken, sinds afgelopen week ben ik dus leraar van echt een paar eigen klassen. En ik probeer ook echt een beetje, ja, een soort van leuke band te hebben met die klas. Gewoon een beetje praatje te maken, whatever. En op een gegeven moment was er een jongen die kwam na de les toe. En we hebben gewoon 10 minuten lang gepraat over Minecraft. Dit is het toppunt van mijn lerarencarrière tot nu toe. We hebben gepraat over wat nou beter is, het oude of het nieuwe PvP-systeem. Alhoewel nieuw, voor mij is dat echt al sinds 2016 of zo. Dat gaat eigenlijk... Nee, joh! Gaat eigenlijk helemaal... Fuck, sorry. Gaat eigenlijk helemaal nergens over. We hebben een beetje gepraat over die Nether-update met dat Netherite, die ik nog steeds niet gespeeld heb. De Cave-update. Prachtige band gevormd onder het genot
van praten over Minecraft. Oké, we hebben één heel groot probleem. Ik ben letterlijk al bij de onderste laag en er is nog helemaal niemand. Het idee is wel dat andere mensen eerder uit de map vallen. Maar wat je meestal gewoon ziet is dat één persoon op een hele hoge laag gewoon blijft staan. En daar gewoon echt ja, keihard aan het domineren is door gewoon dit te doen de hele tijd. Dus waarschijnlijk hebben we al redelijk verloren. Of in één keer een aantal mensen komen zo meteen allemaal naar de onderste laag toe. Vallen misschien zelfs in één keer door die onderste laag heen. Deze gast naast hem maakt het eventjes heel spannend voor ons. Bro, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar ik voel hem niet zo momenteel, maat. Oh, kut. Oh, kut. Nee. Ik was dichtbij. Oh, man. Nog twee mensen. Ja, ik had gewoon heel ergens anders moeten zitten. Het ging goed. Maar ergens is de tactiek gewoon compleet verloren geraakt. Dit is zo, maar dan ook zo jammer. Het voelt wel echt heel fout, vies en smerig om een XL gameplay Fall Guys af te sluiten zonder win. Ik ga hierna wel streamen, dus misschien mogen het gebeuren dat ik daar een win haal. Dan knip ik hem nu in de video. Even gaan deze ronde afmaken, wacht. Hold up. Ah, kut, het ging net goed. Oh, ik leef ook gewoon nog en niet meer. Banaan. Wat vind je van de kont van Myron die gewoon in de vlogs komen waar kinderen naar kijken? Nou, ik vind het niet per se erg als van een kont gaan kinderen niet dood of zo, hè? Mensen moeten niet zo preuts doen. Oh nee, in de vlogs van Enzo zit een kontje. Nee, dat kan eigenlijk echt niet. Ik heb Pacha opgeslagen. Wat? De kont van Myron. Geil. Maar serieus, de kont van Myron in de video is niet heel raar, toch? Mensen doen altijd alsof kinderen dingen rondom seks zien, dat ze getraumatiseerd raken of zo. Terwijl kinderen die verwerken dat juist helemaal niet. Dus als je 6 bent en je ziet een pik, laat dat echt totaal geen trauma's achter. De enige persoon die daar heel moeilijk over gaat doen, zijn je ouders. Kinderen boeit het allemaal niet zoveel. Die weten gewoon niet wat het is. En daar houdt het ook wel op, denk ik, voor mij. Maar waarom Enzo zoveel foto's van zijn reet op Instagram post, dat vraag ik me ook af. Oké, er vallen echt te weinig mensen af. Ik zeg dit niet vaak, maar het mag wel harder gaan. Hop. Lekker. Ik hoop even dat we dit potje voetbal winnen. Heb ik gewoon meteen weer een finale placement. Het schiet nog niet op. Oh nee. Kom op, weet die ballen weg. No, I do not like all this. Nee. No. Ik wil graag de finale plaatsen, alsjeblieft. Nou, hoppa. Dat is een goal. Nee, geen eigen goal. Leg me dat ding. Hoppa. Eerste finale. In the pocket. Fruit shoot. Oh, het is nog geen finale? Bizar. Bizar. Oké, de qualifier echt maar 6 mensen. Dat is een klein finaletje straks. Ik ben in ieder geval leader of the fruit shoot, wilde ik zeggen. Totdat ik niet meer de leader was. Oh, wauw. Wat een chaos. Wat een chaos. Dit is episch. Ja, dit gaat gewoon goed komen. We gaan hem gewoon winnen. Oh, fuck. Nee. Precies, hè? Precies. Hopla! Finale met 6 mensen. Kom maar door. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik heb ook geen idee wat hier de strategie is. Ik loop gewoon naar voren en ik ontwijk wat fruit. Ik voel Foul Mountain eigenlijk nooit. Ik heb hier nooit het gevoel alsof er maar iets gaat worden. Maar we gaan het zien. Ik weet niet, wat moet ik duiken? Wat moet ik doen? Ik moet hier echt een beetje een soort strat guide voor hebben. Gewoon. Wat doen anderen? Ik ga een buitenkantje vandaag. Oké. Hoop mensen naast me in ieder geval. Oh shit. Oh hoeren. Ik hoop dat ik net... Oh jezus. Ik hoop dat ik net beter uitkom dan die andere gast, maar... Nou. Ah. Ik vind het echt een kutfinale. Echt een kutfinale. Maar mogen ze die hele game mode gewoon uithalen? Ik vind hexagon en dat met die dingen. Het is geen skill-based. Geen enkele manier. En als het skill-based is, echt mieren neuken. Stel, je rijdt om 3 uur 's morgens. Iedereen aan het slapen. Een kat dood. Wat doe je dan? Leg je hem gewoon zo op de stoep ernaast? Moet je ergens aan gaan bellen om 3 uur 's morgens? Met yo, ik heb hier je kat. Wat doe je eruit als je iemands dier doodrijdt? Ik voel toch een beetje respectloos om hem gewoon in de berm te leggen en hem gewoon te peren. Je kan hem het best echt neerleggen op een plek waar hij het makkelijkst gevonden wordt. Bij iemand voor de deur. Gewoon een van de buurtbewoners gewoon voor de deur leggen. Hoef je niet voor die kat te zoeken en zo. Vind ik wel fijn.
We zijn binnen! Yeah, 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 yeah! Oh, dat kan gewoon. Oh, tyfus! Oh, wat kut. Oh, we zijn zo klaar. Real pro moment hier. Oh, kut. Ik ben daadwerkelijk geëlimineerd. Dit is sneu. Dit is echt heel sneu. Oh, kut. Ik heb ongeliefd. Wat doe ik? Ik eet nu heel vaak knekkenbreed met smeerkaas. Eliminated? Ik was ook echt totaal niet mijn best aan het doen, maar ik had ook niet... Ik was niet onder de veronderstelling dat ik het niet ging halen, zeg maar. Nou, slime climb. Ik heb nu de slime climb 1 keer gehaald. Ik ga vooral daar stuk. Dat lukt gewoon nooit echt lekker. Ah, tyfus. Je moet dit ooit doen! Nah. Wat een kutspel. Waarschijnlijk heb je zojuist niks gezien. Heel jammer. In dat geval wil ik je gewoon hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering van de XXL Gameplay. Hopelijk vond je hem alsnog leuk. Doe even een duimpje omhoog als dat het geval is. En hopelijk zie ik je volgende week bij weer zo'n lekkere video. Tot dan. Doei!